Goeiedag beste kijkers, hartelijk welkom bij Klaarmuur TV. Vandaag hebben we het over CO2 en internetcensuur. De Canadese milieujournalist Lauren Solomon heeft onderzocht hoe de klimaatleugenaar William Michael Connelly niet alleen wetenschappelijke onderzoeken van het klimaatonderzoek systematisch heeft gemanipuleerd en vervalst, maar ook als redacteur is binnengeslopen in de online lexicon Wikipedia. In deze functie zou Connelly niet alleen meer dan 5000 artikelen die niet met zijn mening strookten vervalst hebben, hij zou ook nog 500 artikelen gewoon gewist hebben. Bovendien zou hij ook 2000 Wikipedia-medewerkers die berichten geschreven hebben tegen zijn klimaat- en CO2-leugen gewoon hun auteursrechten hebben ontnomen. Daarmee schijnt Connelly een heel duidelijk voorbeeld van de leugenpropaganda en keiharde censuur van de globalistenmaffia te zijn. Hartelijk bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.